Pieter. Welkom bij Vice. Dankjewel. Dat je hem omhoog houden. Ja. Ik heb nou ook nog mijn dingetje hier, of niet? Of is het voldoende? Nee, is niet first. Okay. Nee, jullie zeggen maar. Welkom bij Vaart. Dankjewel. U bent lijsttrekker van het CDA, dus het Christelijk Democratisch Appel. Hoe christelijk bent u eigenlijk? Ik vind het onderscheid tussen mensen die christelijk zijn en niet christelijk zijn nooit zo belangrijk. Maar ik geloof dat het veel belangrijker is hoe je in het leven staat, hoe je je ten opzichte van anderen gedraagt, dan of je zelf een geloof hebt of niet. Ik ben zelf christelijk opgevoed en ik weet nog dat wij bijvoorbeeld op zondag mochten wij niet buiten spelen. En voor mij ging het toen over allemaal dingen die niet mogen van God, zeg maar. Ja. Heeft u zelf ook dingen die u niet doet omdat u christen bent? Nee, maar zo ben ik ook niet echt opgevoed. Ik vind dat je een besef moet hebben over hoe je in de wereld staat. En ik vind wat er uit het christendom voortkomt heel mooi. En naar een kerk gaan is voor mij ook de inspiratie opdoen en ook de rust op die zondagochtend. Dat de wereld niet 7 keer 24 draait, maar dat je soms ook even tijd voor reflectie hebt. En ik vind dat dat iets is wat we niet kwijt moeten raken, wat we moeten houden. Dus dat christendom is voor mij veel meer iets wat een extra houvast is dan dat het verbonden is met allemaal niet moeten, niet mogen en wel moeten. Dan zijn we aangekomen bij het eerste thema, het allerbelangrijkste thema volgens ons publiek, en dat is klimaat, milieu. Daarvoor hebben wij ook een iPad instart. Dus iemand die een vraag heeft ingesproken. Oh, leuk. Ja. In de jaren 80 hadden we het Nationaal Milieubeleidsplan. Nederland was toen zo gebezigd dat het zelfs over werd genomen als EU-beleid. Tegenwoordig is Nederland het slechtste jongetje van de klas samen met Luxemburg. Dat is mijn vraag. Waarom neemt Nederland geen voortrekkersrol in betreft duurzame energie, zoals in de tijd van Lubbers? Nou, dat is een duidelijke vraag. We lopen inmiddels achter. Dus... Goeie vraag, ja. Uh-huh. Dat milieubeleidsplan was als plan heel goed. Maar ik moet ook eerlijk zijn, het papier is geduldig geweest. En we zitten nu met een inhaalslag. En dat is een hele grote inhaalslag die bijvoorbeeld door windmolenparken op zee op dit moment wordt beantwoord. En ik zeg eerlijk, we zijn er nog lang niet. Maar het energie op zee, dat is er al. Gaat er misschien om dat we meer gaan doen. Zelfs uw eigen jongerenpartij, het CDA, ja. Die heeft zelfs een motie ingediend van jongens, we zijn gewoon echt niet ambitieus genoeg. We moeten veel ambitieuzer zijn als het gaat om klimaat en milieu. Ja. Waar ik altijd op let, is dat wat wij doen ook in de praktijk gaat gebeuren. En als ik nu alleen al kijk naar windmolens, iedereen zegt duurzame energie. Totdat die windmolen bij jou in de buurt komt. Dan zegt diezelfde Nederlander vaak, ja, maar dat was bij de buren. Dus we moeten ons realiseren. Dus daarom moeten we het maar niet doen? Nee, maar daarom gebeurt het niet. Daarom kom ik op windenergie op zee uit. En moeten we ook nieuwe wegen vinden. Moeten zonnecollectoren via innovatie meer op gaan brengen. Mm-hmm. Maar het is geen tovenarij. Onze achterstand komt ook voor een belangrijk deel omdat we geen bergen hebben. Ja. Waardoor we geen natuurlijke energiecentrales hebben. En waardoor we iets harder ons best moeten doen. Ja, maar dat doen we. Ik ben niet met je. Ik zou het niet ondersteunen dat we het niet voldoende ons best doen. Laten we dan even naar uw verkiezingsprogramma kijken. En eigenlijk vond ik dat niet heel erg concreet werd. Dus daarom wilde ik een concreet voorbeeld pakken. Graag. Dat zijn de kolencentrales. Veel van uw voorgangers, lijsttrekkers die ook in die stoel hebben gezeten, die zeiden, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk af van die kolencentrales. Nou, dan zeg ik toch tegen die collega's. Diezelfde collega's hebben 2 jaar geleden ingestemd met een akkoord waarin die kolencentrales nog open bleven. Ik vind dat als je ze wil sluiten, dan moet je ook eerlijk tegen de Nederlanders zeggen dat we zo geen alternatief hebben. Dat heel veel geld gaat kosten omdat die energiemaatschappij moet worden uitgekocht. En niemand die het mij vertelt, heeft daar een antwoord op. Toch zeggen mensen die er heel veel verstand van hebben, dat er wel mogelijkheden zijn om die kolencentrales te sluiten en dat het eigenlijk gewoon ook noodzakelijk is. Heeft het dan soms ook te maken met bereidwilligheid om het probleem echt aan te pakken? Ik wil er ook vanaf. Maar ik geef wel altijd weer wat de consequenties zijn. En het gekke is, bij het milieubeleid word je altijd geacht de consequenties even te vergeten. Dat doe ik niet. Waarom wordt wiet gedemoniseerd, terwijl alcohol, dat een veel gevaarlijkere druk is, eigenlijk vrij spel heeft? Ja, dat is een goede korte vraag. Waarom bent u wiet aan het demoniseren? Nou, ik wil niet een verandering van wat er nu is. Ja. En ik heb het altijd heel raar gevonden dat we in een land met regels 1 regel hebben die we gewoon niet handhaven. Dat is het verbod om wiet te verhandelen. Alle landen om ons heen verbieden het wel.
En Nederland is niet voor niks de drugsmekka van Europa. En dat vind ik gewoon een blamage. En van de wiet komt, vergeet dat niet, in Brabant komen de pillen. Dus heel veel mensen denken dat pillen ook gedoogd zijn. Nee, die zijn niet gedoogd. Die zijn gewoon verboden. Mm-hmm. En levensgevaarlijk. Dus is Brabant, of is Nederland eigenlijk een beetje het Colombia van de wietteelt? Ja, zo heb ik het genoemd. Ja, Colombia van Europa. Het zelfs ja, genoemd. Ja. Maar moeten we dan ook net als in Amerika heeft gedaan, gewoon met het leger die provincie in en de boels opschonen? Nou, ik zeg dat we niet de Amerikaanse methodes hoeven te gebruiken. Mm-hmm. Maar het tegenovergestelde is wel dat de Nederlandse methode die we tot nu toe hebben gehad, mm-hmm, wel Colombiaanse toestanden veroorzaakt heeft. Mm-hmm. Want de drugsmafia in het zuiden heeft zich enorm genesteld. En waarom is dat? Omdat wij zacht optreden. Dus ja, de producenten en de verkopers voor Europa gaan vanuit Nederland. Hier wordt weinig opgetreden. Mm-hmm. Het Walhalla. En dat wil ik niet, want het is slecht. U wilt niet alleen die kant van drugs heel hard aanpakken, maar u wilt ook het gebruik zelf aanpakken. U wilt bezit echt strafbaar maken. Hè? Elk bezit is strafbaar en dient te worden vervolgd en bestraft. Ik heb hier een klein pilletje liggen, ja, maar ik zou niet strafbaar zijn als dit een vervolgens u... Het pilletje wel, ja, want dat is al zo. Ja. Wat niet strafbaar is, is het bezit, ja, van softdrugs voor eigen gebruik. Het gaat om de handel. Ja. Wat je meer vraagt is van, goh, moeten we dat niet ook gaan gedogen? Mm-hmm. Nee, gaan we, mm-hmm, niet gedogen. Het is een harddruk. Okay. Levensgevaarlijke harddruk. Inderdaad, dat verschil tussen soft en harddrugs, dat is nu eenmaal... En die pil is een harddruk. Absoluut. Ik ben op de hoogte van die verschillen. Ja, nee, dat begrijp maar ik. Maar hoe gaan we dit eigenlijk testen? Want dit is gewoon een medicijn, dit is geen ecstasy. Nee. Maar je komt dan bij zo'n festival en stel, er wordt bij mij een pil gevonden. En hoe je het controleert is door midden snijden en een test doen. Maar u weet misschien ook dat van die testen slechts 50% van die testen werkt echt. Nou, daar moet je ook geen pillen mee nemen. Nee, maar het lijkt alsof u zegt, het mag niet meer. En dan is het probleem weg. Ook bij de gebruik. U zegt, dan moet je geen pil mee nemen. Nou, een heleboel mensen in Nederland zullen dat wel blijven doen. Ja, dan kom ik terug bij wat ik zei. Als het gaat dus over pillen, is het al niet toegestaan. Ja. De discussie gaat over wiet. Ja. Daar zit de discussie. Het grote probleem van het Nederlandse drugsbeleid is juist dat het zo afwijkt van de buurlanden. Mm-hmm. En dat werkt niet. En dat is in mijn ogen in, wat is het inmiddels, 30, 40 jaar wel gebleken. In mijn dagelijks leven en ik denk in heel veel levens wordt bijvoorbeeld een smartphone is ontzettend belangrijk. Een computer is ontzettend belangrijk. En het wordt voor mijn gevoel alleen maar meer. Dus moet er niet een vak als programmeren verplicht worden op het basis of het middelbaar onderwijs? Je moet er lang over nadenken. Ja, ik wil gewoon een goed antwoord geven en daarom, ja, denk ik altijd even na. Want de vraag is of je programmeren verplicht stelt of dat het gebruik maken van die middelen is bijvoorbeeld die je verplicht, mm-hmm, stelt. Als je bedenkt hoe anders de leefwereld nu is, die gewoon veel digitaler is, waar je informatie anders binnenkomt, dan zullen scholen echt totaal anders moeten worden. En dat, ook dat is weer een revolutie. Bent u zelf eigenlijk handig met computers? Nee. Nee? Nee. Bent u echt iemand die zo tikt? Nee, juist niet, want ik heb vroeger typles gehad, dus ik kan heel goed met 10 vingers typen. Als jij dekker. Ja, ja. Een heel ander onderwerp, het sociaal leenstelsel. Ja? Als het om onderwijs gaat, echt met afstand de meeste vragen en opmerkingen die wij daarover kregen, was dat iedereen hoopt dat het sociale leenstelsel zo snel, ja, mogelijk wordt, ja, wordt afgeschaft. Nou, ze zullen juichend jullie programma lezen, ja, want jullie willen de basisbeurs weer terugbrengen. Ja. Ik vind het een heel verkeerd begrip. Dat waar we voortdurend zeggen, je moet leren, we blijven bij de tijd. Hè? Nederland, kennisland. Dat we vervolgens zeggen, van bij al die schulden die mensen al gaan maken aan hypotheek, ja, en weet ik wat, doen we ook nog even die studie. Maar alleen voor de bachelorfase. Dus als je dan op een gegeven moment echt wil investeren in jezelf, dan moet je wel volgens, ja, die schulden aangaan. Ja, want we moeten ook reëel zijn. We moeten het kunnen. En voor de masterfase doen we het niet, of doen we het in ieder geval op dit moment nog niet. Okay. Maar de basis... Wat betekent dat op dit moment? Dat nou, als je op een gegeven moment het geld wel hebt, want dan, ja, kan je misschien die keuze maken. Maar omdat die keuze groot is, vind ik dat je moet beginnen met in ieder geval die bachelorfase. Dus dat is wat wij nu ook in ons programma zeggen. U gaat de maatschappelijke dienstplicht invoeren. Waarom eigenlijk? Wat we nu in willen voeren is een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren. Die je of bij het leger of in de zorg of een natuurorganisatie of een andere vrijwilligersorganisatie. Waarin jongeren, ja, eigenlijk heel simpel hun handen uit de mouwen steken voor de samenleving. Ik las daar in uw verkiezingsprogramma ook de volgende passage over. We beginnen met jongeren die een extra setje nodig hebben om hen bij de samenleving te houden. Voor hen heeft de dienstplicht een heropvoedende rol. Die voor sommigen helaas ook hard nodig is. En dat
heropvoeden. Dat klinkt een beetje als straf. Dat klinkt ook een beetje jaren 50. Nou, ik heb niet het gevoel dat dat niet zou kunnen. Er zijn jongeren die dat echt wel kunnen gebruiken. En voor wie op zichzelf een dienstplicht helemaal niet slecht is. En stel nou dat iemand zegt, luister, geen zin. Zoek het uit met je dienstplicht. Ik zie het niet als een straf. Ik zie het veel meer als een noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die hun opleiding niet afmaken. Of jongeren die na hun school niet aan de bak komen. Ja. Om wat voor reden dan ook. Ja. En dan kan je zeggen, van ja, wat gaan we doen? Een uitkering? Nee, dan gaan we maatschappelijke dienstplicht doen. De laatste tijd is er steeds meer discussie rondom discriminatie. Hoe gaat u ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Nederland? Een hele duidelijke vraag. Ja. Hoe gaat u ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Nederland? Dus hier ligt gewoon een hele belangrijke opdracht. Mm-hmm. Wij kunnen discriminatie op wat voor grond dan ook niet accepteren. Discriminatie op de arbeidsmarkt. Heeft u daar een plan voor? Voor discriminatie op de arbeidsmarkt moet gelden dat iemand die dat meemaakt, dat meldt, dat het ook aangepakt wordt. Want discrimineren mag niet. Mm-hmm. Het is een strafbaar feit. Maar dat lijkt me best wel lastig, want het is natuurlijk niet direct duidelijk dat Mohammed niet wordt uitgenodigd omdat hij Mohammed heet. Het is heel moeilijk om dat aan te tonen. Juist. Ik kom toch even terug bij die dienstplicht. Ja. Want wat is een van de dingen die daarin zit, dat men in Nederland snapt dat Mohammed, die zijn dienstplicht doet, gewoon heel goed zijn werk doet. Ik vind het mooi dat u die maatschappelijke dienst als een soort van toverstokje ziet, ook voor dit probleem. Maar is er dan ook een soort van aannameplicht, dat als Mohammed ergens solliciteert om die maatschappelijke dienstplicht te doen, dat die dan ook automatisch moet worden aangenomen? Want bij stageplekken zie je nu ook heel erg veel dat jongeren met een migrantenachtergrond veel moeilijker een stageplek vinden. Ja, dat wordt dus veel zichtbaarder als het voor iedereen gaat gelden. En dan kan je makkelijker zeggen van ja, sorry, de organisatie die toewijst, met deze persoon is niks aan de hand, die moet deze stage kunnen doen. Wilde ik ook nog even iets anders met u bespreken. Dat de Orde van Advocaten zich zorgen maakt over een aantal van uw plannen in uw partijprogramma. Een van die zorgen uitte zij rondom de ontheemde status voor vluchtelingen. Kunt u precies uitleggen wat die ontheemde status, een voorstel van u, anders maakt aan de positie van vluchtelingen dan dat nu het geval is? Het betekent dat iemand die hier komt niet die vluchtelingenstatus krijgt. Uh-huh. Die betekent dat je zeg maar de rest van je leven hier mag blijven. Uh-huh. Maar dat je een tijdelijke status hebt als oorlogsvluchteling. Maar inderdaad terug moet als het veilig is. En ik vind het volstrekt de onzin dat de advocaten dat niet goed vinden. Je zou gechargeerd kunnen zeggen, je creëert er een beetje tweederangs burgers. Nee, onzin. Ik vind het echt onzin. Want ik vind dat onze taak is om mensen die vluchten voor oorlogsgeweld in Europa ruimte te geven. Maar dat betekent toch niet dat die persoon het recht heeft om de rest van zijn leven hier te wonen. Vergeet één ding niet. Mm-hmm. Er gaan meer oorlogen komen. Er gaat meer onrust komen. En we hebben nu al zo'n moeite met de opvang. En nu al zo'n spanning in de samenleving. Ik merk dat u echt een beetje boos bent over die uitspraak van de Maar wij sleutelen nu een beetje aan de rechtszaak. Daar zijn die advocaten zo boos over, toch? Waarom ik daar inderdaad wel ontstemd over ben als advocaten dat doen, is dat ze vergeten wat de consequentie is van wat ze zelf willen. Het is gewoon niet houdbaar. En dan zeg ik, dan is het mijn verantwoordelijkheid als politicus om ook tegen die advocaat te zeggen, denk vooruit en zie dat het niet werkt. U heeft een boek geschreven. Ja. Het boek dat heet Tegen cynisme voor een nieuwe moraal in de politiek. Ja. Wat is die moraal eigenlijk? We hadden het aan het begin van dit gesprek bijvoorbeeld over het christendom. Hè? Dat waren je eerste vragen. En die moraal gaat dus over een publieke moraal. Dat ik zeg, het is niet allemaal ik, individueel. We hebben een bredere taak in het land. Ik geloof absoluut niet in het heil van het individualisme als doel in een samenleving. Alsof het zo is dat als het met jou goed gaat en we doen het 17 miljoen keer, gaat het ook met Nederland goed. Nee. En als je beseft dat we altijd al een land zijn geweest met een moraal van dominees. Zeker. Ja. En, soms, en die was weer vaak te beklemmend. Ik bedoel, daar zijn we niet voor niks voor een deel vanaf. Maar het goede daarvan moeten we ook niet kwijtraken. Wij proberen zoveel mogelijk jongeren op te roepen of te stimuleren om naar de stembus te gaan. Is dit dan, het verhaal over moraal, is dat uw verhaal om jongeren te overtuigen om naar de stembus te gaan? Ik ben ervan overtuigd dat jongeren dit probleem wel zien. Want je kan in wezen zeggen dat wij nu in een morele crisis zijn komen te verkeren. De grote onzekerheid over wat we zijn, wie we zijn, waar we vandaan komen. Waarvan ik van zeg, ja, die samenleving moeten we anders doen. Dat moeten wij moreel weer wederopbouwen bijna. Om te zorgen dat we weer een krachtige eenheid worden. En wie is dan de arbiter daarin? Is dat Sybrand Buma? Graag. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zijn er? Zijn er? Zijn er?